Haha, een nieuwe piepshow met weer een aantal, um, nou, hopelijk, spraakmakende onderwerpen. Um, we beginnen toch met de discussie, uh, en die gaat echt nog wel een tijdje duren, over um, de aankoop van Activision Blizzard. En uh, eigenlijk, als we het helemaal comprimeren naar een, 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 zo van, waar draait het nou eigenlijk allemaal om? Is het eigenlijk dat PlayStation wil gewoon, 100% zeker weten... Call of Duty blijft op de Playstation. Dat is eigenlijk het speerpunt waar het om draait. Nee, het speerpunt waar het om draait is dat Playstation uh, zich bedreigd voelt door uh, Game Pass. En ze focussen ze, dat heel erg. Ze gebruiken Call of Duty om uh, Xbox mee om de oren te slaan. Dus die angel, en die angel die neemt uh, de CMA over uh, door te zeggen van... Uh, ja, weet je wel, als inderdaad Call of Duty niet uh, 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 voor iedereen beschikbaar is... dan is dat een bedreiging voor de industrie, dan is dat een bedreiging voor de gamer, bladibladibladibla. Nu heeft uh, Phil Spencer afgelopen week een interview gegeven aan The Verge. En uh, daar kreeg hij gewoon een vraag: van hé, hey, ja, dit is wat PlayStation uh, vindt. En uh, kun, je ze, kun je ze ook wat meer zekerheid geven? Want tot nu toe heb je gezegd: de komende uh, vijf jaar blijft het sowieso zo. Uh, maar dat vinden ze blijkbaar niet genoeg. Nou, en um, Phil Spencer uh, die antwoordde daarop het volgende: think Call of Duty will be on PlayStation as long as players play Call of Duty on PlayStation. and that's not a competitive threat against playstation. that's just a, a pragmatic way of looking at it. this brings me back to game streaming, right? because one way you could get call of duty on playstation native call of duty on playstation, <laughs> not linked to them okay. having to carry game pass. if they want a streaming version of call of duty on the, we could do that as well, just like we do on our own consoles. there's nothing behind my back. Okay. it is the call of duty, modern warfare 2, doing great on playstation, doing great on xbox, the next game. The next, 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 like native on the platform, not having to subscribe to Game Pass. Sony does not have to take Game Pass on their platform to make that happen. There's nothing hidden. We want to continue to ship Call of Duty on PlayStation without any kind of weird, aha, I figured out the gotcha. Someone has sent you the digest of angry tweets about this. I can tell that you're like ready to fight with the, with the people online. We think all of the... Goed. Ja, ja nou, nou, weet je wat het hele ding... Ik, ben, ik word een beetje moe van de hele tijd het, uh, uh, de, de, de kritiek die hierop komt. Mm -hmm. um, Xbox interesseert het verder niet wat er op de PlayStation gebeurt. Want ze doen hun eigen ding. Mm -hmm. Dat draait om Game Pass. Call of Duty gaat op de Game Pass zijn. Mm -hmm. De hele case voor Game Pass gaat zijn... dat jij op dag één elke Call of Duty kunt spelen... zonder extra te betalen binnen je Game Pass ja. abonnement. En uh, het hele probleem van PlayStation is dat niemand die game dan meer gaat kopen op de PlayStation. En het hele ding wat Phil Spencer zegt is van: luister, als je wilt, kun je hem kopen op de PlayStation. Maar om heel eerlijk te zijn, ik bedoel, als ik eventjes uh, er van afstandje naar kijk, je betaalt uh, wat is het, 110 euro uh, per jaar voor Game Pass. Ik zeg maar even 120, ik weet het niet precies. Mm -hmm. En um, uh, hoe weet het, um, uh, die game kost 80 euro op de PlayStation. 5. Mm -hmm. Dus dit is waar je mee aan het concurreren Je kunt alle content hebben voor 40 euro meer, uh, over een jaar uitgesmeerd, of één game ja. op de PlayStation 5. En dit is waarom PlayStation pist is, want zij kunnen hier niet mee concurreren. Uh, nee. de, en dit hele ding wordt zwaar gesubsidieerd door Xbox. <laughs> en dat is waar gewoon die hele fucking rechtszaak over zou moeten gaan. Ja. Uh, over hoe Microsoft uh, eigenlijk die, die hele industrie koopt. Mm -hmm. En uh, Sony die, um, uh, ja, is eigenlijk de totaal de verkeerde partij. Om hierover te gaan lopen. Bitchen, omdat ze zelf zo ontzettend lang die industrie naar hun hand hebben gezet en ja. developers onder schot hebben gehouden en gedwongen hebben om met allerlei voorwaarden akkoord te gaan. Ja, dit, dit is gewoon het hele ding. Nu komt Microsoft voorbij, is gewoon een maatje groter. En, en, ja. en, en, en Sony kan alleen maar huilen. Um, ja, ik, 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 ik weet het niet. weet je. Ik, nee. ik, ik denk wat dat betreft, het gaat niet om Xbox. Het gaat niet om Call of nee, Duty. Het gaat om games. Tuurlijk, Pass tuurlijk. Maar het probleem is. Uh, even naar de de facto situatie: is dat uh, PlayStation een soort van zich nu vasthoudt aan het feit van we moeten Call of Duty binnenhouden. Dat hebben ze heel erg ook binnen die zaak naar voren gebracht. Uh, en naar constant, ondanks dat Phil Spencer al een paar keer heeft gezegd nee. Don't worry, het blijft altijd gewoon op de PlayStation staan als je dat wil. Sterker nog, hij zegt hier ook van: hé, hey, als, je, als je als je Game Pass op de PlayStation wil hebben, be my friend. Weet ja. wel? Nou, logisch dat ze dat niet willen. Dus. En um, hij, hij had al, uh, Jim Bryan had al een, 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 uh, een, een toezegging van Phil Spencer voor de komende vijf jaar. En in dit interview, want hij zegt later nog wat andere dingen. Zegt hij, het heeft hij bijvoorbeeld over hey, uh, van mij pas tot de PlayStation 7. En vervolgens zegt hij ook, PlayStation mag voor mij gewoon iets noemen. Weet je wel? bedoel, voor live, dat slaat nergens op. Dat doet niemand. Maar noem, noem maar iets waar zij comfortabel mee zijn en we spreken het af, weet je. Dus eigenlijk haalt hij hier het argument, die, waar het niet om moet gaan, maar wat wel heel, steeds meer het speerpunt werd, haalt hij in één keer helemaal weg. Zo van, ja. hey, dude, geef aan wat je wil. En dan staat PlayStation met lege handen. Ja. En, um, ik heb het al vaker gezegd. Van PlayStation, ik ben het helemaal met jou gelijk. Dit is niet waar de zaak om draait, maar ze hebben de zaak daarom laten draaien. En, ja, en dat en is een grote vergissing. En dat is een grote vergissing, want Xbox kan er gewoon nu onderuit komen. Um, en wat ze doen, ze hebben deze week bijvoorbeeld ook gezegd van: uh, Jongens, het is uh, het is holidays. Iedereen heeft het moeilijk. De Xbox S gaan we in prijs verlagen, weet je wel? Ja, terwijl PlayStation duurder wordt ja, maar de Xbox nee de Xbox Series S ja, maar de Xbox Series S verkoopt volgens geen ene meter, dus het is heel makkelijk om dat in prijs te verlagen. Het is de ja. keuze tussen nog iets verdienen of helemaal niks. Maar het is alsmaar dat Robin Hood van hey we're for the gamers en zij zeggen dat ze voor de gamers zijn, maar dat zijn ze helemaal niet. Nou, klopt. En dat is zo. Hij het is zo makkelijk voor hem om dit gewoon even zo... Hup, nee, noem mij nou... En wat moet Jim Ryan nu doen? Een jaar gaan noemen? Nee, maar Jim Ryan moet ophouden met, de, <laughs> met dit gejammer. Ja. Dat is het vervelende. Zij moeten focussen op het maken van goede content. En als ze dat gewoon zouden doen, dan was er niks aan de hand. Ja. En dan zou PlayStation echt booming zijn. Mm -hmm. En ik, weet je, ik ik, ik heb gisteren nog uh, met iemand aan de telefoon gezeten. En die vertelde, ja man, ik, ik heb een PlayStation 5. En ik zei, nou cool, wat ben je dan aan het spelen? Ja man, uh, Ghost of Tsushima. Het is heel vet. En ik heb nog steeds van, natuurlijk is het vet, maar het is... Fucking game van, van wat drie jaar geleden, weet ja. je? Ik bedoel, hoe dan dat, je, dat er geen content op die PlayStation 5 is? En dan, dan hoor ik nu al, je, je, je hebt wel uh, de fucking Spider-Man en, uh, en uh, uh, die game uit Amsterdam en uh, hoe heet het, um, <laughs> Jack en Dexter en want ja. die fucking shit. Weet je, dat ik denk van man, die hele games zijn gewoon niet boeiend op dit ogenblik, mm -hmm. omdat er gewoon geen knallers zijn, ja. weet je, en PlayStation. Kort nou ja, doet het natuurlijk wel echt achterlijk goed op dit moment. Nou, oké, okay, Golden ja, 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 ja. misschien. Oké. Okay, ja. Nee, maar kijk, ja, het is een beetje het, 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 de vergelijking met Nintendo. Van, bedoel, in plaats dat ze uh, focus op van, oké, okay, waar gaat de, Hadden gekeken, waar gaat de toekomst naartoe? Nou, je wist dat het een keer als film, als muziek naar service gaat, dan weet je, er komt een keer een partij. Die gaat het ook doen, weet je wel? Dat blijkbaar de consument wil dat. Dus daar gaat het naartoe. Nou, dat okay, Microsoft pakt dat aan. Microsoft heeft fucking veel geld. Het zijn altijd partijen als Google, Amazon, Microsoft, partijen met heel veel geld die daar gewoon aan mee kunnen doen. PlayStation had dat moeten weten. Ik kan niet meedoen, dan moet ik een andere route gaan nemen. En de route is van: oké, okay, dan worden we iets kleiner, compacter en we gaan gewoon onze, onze first party games, die worden zo vet. Daar wil je gewoon een console verkopen. Net als Nintendo dat doet. Hebben ze niet voor gekozen, ze gaan de aanval in. Ik snap dit ook wel. Um, Microsoft heeft ook duidelijk aangegeven: wij kunnen het zou voor ons ontzettend dom zijn om alles van Activision Blizzard gewoon exclusief te maken. Want daarvoor zitten te veel grote games: World of Warcraft, um, uh, Overwatch, uh, Call of Duty zijn te grote franchise om in één keer te zeggen: van oké, okay, dit gaat alleen maar de gamepen. Je zult er ongetwijfeld wat gamers mee lokken op Gamecase, maar je verliest er veel meer. Sterker nog, iemand maakte een grap die zei: van hé, hey, dit, dit is toch fucking relaxed. Ik bedoel. Call of Duty verkoopt op dit moment het best op de PlayStation, ja? ja. Dat is allemaal 80 euro. Gaat allemaal zo hop in de pocket van, van Microsoft, weet je, waarmee ze, met dat geld zouden ze even gechargeerd de Game Pass kunnen funden. Ja, niet allemaal hop in de pocket van Microsoft. Nee, maar het gaat uh, voor een groot gedeelte naar Sony. Het gaat 20 euro ervan nee, voor Sony. Okay, maar feitelijk het. zou je kunnen zeggen dat dat ook weer een deel weer uh, het geld biedt voor Game Pass te funden. Want dat is, uh, ja, gewoon daar moet geld in. Ja. Um, het, is, het, ja, het wordt bij deze keer gewoon van. Ik ben heel benieuwd hoe deze onderzoeken dan verder gaan verlopen. Want ik, ik zie gewoon helemaal niks meer waarop ze kunnen. Nee, maar het moet stoppen. Dit, ja. dit, deze hele nou ja, ellende, het stopt, denk ik niet. Maar het is gewoon een uh, het is gewoon een hele vervelende. Uh, uh, Welis niets discussie geworden. Ja. Uh, het is juridisch niet interessant. Het is ook gewoon ja ik, ik begrijp ook niet waar de overheid zich mee bemoeit weet je donder op ik bedoel nee. het is gewoon uh, een bedrijf is overgenomen een Amerikaans bedrijf is door een ander Amerikaans bedrijf <laughs> overgenomen en dan moet op een of andere manier in Engeland iemand een mening over hebben weet ja. je nou, en ook. de EU ook hè my en PlayStation natuurlijk ja, natuurlijk de EU ook um... Gaan we even naar iets anders. Dat, dat zat ook in dat interview, vond ik ook wel inter interessant. Uh, dat gaat over Keystone. Keystone zou een, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, gewoon een klein kastje worden wat je bij je televisie zou kunnen zetten. En dat is dan puur een streaming device, net zoals um, uh, Chromecast, om jouw um, games op te streamen, jouw Xbox Game Pass op te streamen. Okay. Dat is niet doorgegaan. En waarom is dat niet doorgegaan? Uh, en dat geven ze ook duidelijk aan. Um, het, het werd te duur. Sorry, wie is ze? Dit was een Maxxbox. Uh, Xbox, ja. ja okay. um, Xbox wilde dat gaan maken. wilde dat in de markt zetten. Maar ze wilde daarbij. Uh, onder, zo rond de 100 euro komen. Mm -hmm. Dat was het prijsspel. Want hij zegt ook hiervan. Um, als je al een Series S. op 299 hebt. Um, en wie weet, uh, komen er wat prijspromoties aan? Inderdaad, ze zijn nu in prijs gezakt. Uh, dan, dan heeft een, een, een Keystone, zo'n zo 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 apparaat, wat dan bij wijze van spreken hetzelfde zou kosten. Want er moest een controle bij. Ze kregen het gewoon niet. ...competitive qua, qua bedrag. En ja, nou als je kijkt dat bijvoorbeeld... ...en het is een wel een slecht voorbeeld hoor... ...maar ja. als je kijkt dat de Apple TV... ...bijvoorbeeld ook 200 uh, nog wat euro kost... ja dan, ...dan heb ik zoiets van... ...ja, weet je... Dat, ...daar heb je dus gewoon een Series S voor. Weet mm -hmm. je, dat... Uh, maar goed, oké. Okay. En nu zijn ze dus bezig met de TV-app... ...die ze met Samsung hebben... ...waarbij het gewoon eigenlijk gewoon... ...ja, in de, in de televisie zelf zit. Uh, daar zijn ze nu heel erg op het focus... ...om te kijken of het ook via een app... ...allemaal mogelijk is... ...omdat je dan die kosten niet hebt. Vandaar dus dat de Keystone... ...het was klaar... Het was gewoon te duur om, om te produceren. En um, ja. ja, dan, dan ga, ben je aan het kannibaliseren op, op je eigen producten. Dus uh, ja. zit er niet bij. Is en dat dat je... is natuurlijk een goed punt. Hè? Ik bedoel, als jij ja. een nieuwe Samsung of een nieuwe LG-tv Die nieuwe tv's te hebben Er zitten processoren in. Ja. Er zit uh, vaak een paar giga geheugen in. Dat moet allemaal wel lukken, weet je. Ja. Nee, nou ja, goed. En ik denk dat PlayStation daar ook hartstikke bang voor is. Want uh, al die mensen die dat op een gegeven moment hebben al in hun televisie. Ga je toch nadenken: ja, moet ik er nou nog een console bij kopen? Ja of nee? Dat is het probleem waar uh, PlayStation tegen aanloopt, loopt. Een verandering in de markt. Ik vraag me af hoe je dat in hemelsnaam kunt tegenhouden op bedrijfsmatige. Ja, ja dat, kun je, dat kun je niet zeggen. Nee, dat is een beetje het uh, ja. probleem. Um, deze vond ik ook interessant. En um, dit is China. Uh, die, die heeft ook uh, een probleem met ja. deze aankoop. Maar eerder vorige week hm. is um, ook de deal afgecatcht uh, met NetEase. Oftewel. Activision Blizzard kan niet meer de games uitbrengen in China. Wat een big deal is. Dat is, ja. dat is veel geld. Ja, je hebt daar een, een rare regel. En dat is dat je alleen maar actief mag zijn op de Chinese markt als je dat doet met een Chinese ja. partner. Dus ja. uh, op dit ogenblik heeft uh, blijkbaar Activision geen partner. Uh, met als gevolg dat er dus ook gewoon geen um, ja, games in China uitgebracht worden. Denk jij dat dit te maken heeft met de oplopende spanningen tussen Amerika en... China, oftewel Amerika, die zegt: van oké, okay, als je Amerikaan bent uh, als werkgever, uh, dan hebben we liever niet dat je in China werkt. Uh, aan, nee, daar uh, heeft het echt niks nee? mee te maken. Dit is gewoon puur het feit dat Activision een Japanse of, sorry, een Chinese partner moet zoeken. Ja, nee, maar goed, maar dat is dus. Dat, ze, ze hebben met NetEase geprobeerd, maar ze komen er niet uit. Ook vanwege, denk ik, de Chinese overheid die daar druk achter zit. Denk je dat het dan ook het spelletje is gewoon... Nee, nee echt nee? serieus. Dit, dit is gewoon... Kijk, dat ze er niet uitkomen, dat komt gewoon omdat Activision zegt van... Uh, luister, jullie krijgen niet meer dan 20%. Mm. En uh, NetEase zegt, luister, volgens de wet moeten wij 50% uh, hebben van activiteit. Het is ook van de revenue. En Activision heeft zoiets van, ja, mahoula, weet je, dat krijgen jullie niet. Ja. Dus dat is hoe dit gaat. Het zou kunnen zijn dat op de achtergrond nog een uh, soort zaak speelt over data, da, gebruikersdata. Dat is een veel voorkomend uh, discussieonderwerp. Uh, uh, het is natuurlijk waar, weet je, als je een grote uh, succesgame hebt in China, uh, wat uh, die wordt uitgegeven door een Chinees bedrijf, dan, mm -hmm. uh, of sorry, door een, door een Amerikaans bedrijf, dan heeft een Amerikaans bedrijf data van Chinese gebruikers. Nou, China weet wat die data waard is en wat je ermee mm -hmm. kan, dus die gaan het niet zomaar uh, toestaan dat, er, dat een Amerikaanse partij dat allemaal kan verzamelen. Ja. Dus dat, um, ja, dat zou een discussiepunt kunnen zijn. Ja. Wordt er niet gezelliger op in China. Dus kunnen ze ook geen World of Warcraft meer uh, spelen. En uh, inderdaad een hoop geldverlies voor Activision uh, Blizzard. Gaan we even kijken naar het volgende onderwerp. Um, ja, de Embracer Group vond ik ook interessant. Um, dat is niet deze, dat is uh, deze. Uh, Hebben we het vaak over? Mm -hmm. uh, het is een beetje een nieuwe stijl van, uh, um, van het. het, 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 het Uitgeven van games, zij kopen gewoon ontzettend veel studio's op en uh, focussen een beetje op games die er allemaal een beetje tussen invallen. Het is, het is geen pulp, maar het is ook geen triple A. Het zijn bijvoorbeeld zijn bezig met Legacy of Kane of ergens van hey, willen jullie dit nog hebben? En dan eh, 100.000 mensen zeggen: Tof, en dan zeggen, Oké, okay, dan, dan gaan we die maken, weet je wel? En daar een beetje, een beetje. Mid-level games waar ze een paar miljoen van gaan verkopen. Nou, ze hebben hun uh, feiten bekendgemaakt de afgelopen week. Um, 827 verschillende IP's hebben zij nu de rechten op. 15.731 mensen werken daar. Um, en 237 video game projects in development across all segments. Uh, 176 of which have yet to be announced. Dus ze zijn met ontzettend veel bezig. Maar um, gedurende dit uh, verhaal. Werd ook duidelijk um, dat ze ook weer toch studio's gaan afst afst afstoten. Therefore, de the board of directors decided on November 16 to launch a special review of our business to navigate the new market conditions and how to. how we both make sure all businesses have all the tools to succeed and maximize long term shareholder value creation the outcome of this review may for example lead to board recommendations to make spin offs and into separate publicly listed companies in the future if if that is deemed to be the best for its employees create higher shareholder value and improve our strategic flexibil uh, flexibility. yeah. Um, ja, ook, ook zij hebben de, ja, merken toch gewoon dat de industrie op dit moment even een, een, na, na twee glorieuze jaren in een ander jaar terecht is gekomen. Nou, we staan aan de vooravond van de grootste economische crisis uit de mensheid. En ja. uh, elk bedrijf is vooruit aan het kijken. En wat je nu ziet is dat alle grote techbedrijven zijn personeel aan het afstoten. Die beginnen in kosten te snijden. Die zien ja. erbij aankomen. Die zien erbij hangen. En... Um, ja, dat zou ook de Embracer-groep... en je moet je voorstellen, er is een verschil... tussen uh, het aantrekken van kapitaal... Ja. zeg, anderhalf, twee jaar geleden. Want toen was dat in veel gevallen tegen negatieve rente... of extreem lage rente. Dus het was heel erg goedkoop om kapitaal aan te trekken. Um, dus nu hebben ze al die studio's gekocht. Maar nu moeten ze alsnog ja. kosten gaan besparen. Want kapitaal is nu niet meer zo goedkoop. Nee. Dus die hebben zoiets van, ja, ze moeten nu winst gaan maken. En iedereen uh, en zijn moeder die niet uh, bezig is met het maken van een potentiële interessante game. Die gaat eruit. Ja. En uh, wat ik heel erg interessant vind. Dat is een nieuw bericht dat we vorige keer hebben besproken. Dat is het feit dat er geruchten gaan dat uh, Microsoft een bepaald bepaalde producties van een Brace Group ja, zou betalen ja, ja, ja. en dat kan ik me goed voorstellen want dat is een makkelijke manier van Microsoft om content te komen zonder heel veel gezeik te krijgen ja dat was zoals je nu met Activision ziet die um, dat waren die uh, die studios die hadden overgenomen ja, die van Score Enix. ja, ja die inderdaad uh, Crystal Dynamics en inderdaad die worden nu eigenlijk uit outsourced als het ware om uh, mee te werken aan Xbox uh, titels dat, dat zou ja. kunnen um, ik, vind, ik, ik vind het wel spannend want de, de, de eigenaar, de Zweedse uh, baas, uh, iemand die ook graag gewoon in de publiciteit treedt, er ook vrij openlijk over is, heeft ook, is ook wel bijvoorbeeld, uh, over Saints Row, uh, heeft hij eigenlijk al na een maand ongeveer na de release gezegd dat hij er teleurgesteld in was in de release. Dat hij had gehoopt dat het beter, dat de game beter was en dat dus ook de verkoopcijfers beter is ja. um, het is wel iemand en dat moet ook haast wel in de structuur waarin zij werken? Van oké, okay, als iets niet lukt, moeten we het ook onmiddellijk afstoten. Want maar, anders, maar, ik vind het raar in dit geval. Want ja. volition is al bezig om bijna tien jaar lang om die serie te sluiten. Ja, en ze dus... worden nu naar onder gearbox weer gebracht, dus hij is het aan het schuiven met al dat soort dingen. Ik vind, ik qua dna kan ik me voorstellen dat het onder gearbox ja. valt, maar um, dat betekent wel dat volition vanaf nu af aan alleen nog maar, weet ik veel, poorts gaat maken van ja. games die gearbox. Box, uh, uitgeeft. Het is niet een, het, het is niet een stomme studio dat je. Het is mm -hmm. alleen dat ze gewoon. Een heleboel miskleunen. Kijk, die eerste twee scenes, zoals we waren yeah. goed. Ze hebben de Punisher gedaan. Dat was een hele goede game. Ja, en dat was het. Dat is wat ze gedaan hebben. En ja, vreemd genoeg zitten ze daar nog steeds al die tijd. Yeah. En uh, blijkbaar doorgaan met hetzelfde. Ja, ik vind. Ze zitten heel dichtbij een universiteit. Je hebt een tech-universiteit in Chicago. Ik weet niet hoe die heet. En daar halen zij hun personeel vandaan. Dus dat zal waarschijnlijk de reden zijn dat ze nog bestaan. Dat ze ja. gewoon ja, vrij dicht bij huis goed development personeel kunnen vinden. Maar creatief personeel, dat is uh, blijkbaar lastig. Druk, druk op dat soort studios gaat natuurlijk wel omhoog. Maar ja, aan de andere kant, ja, bedoel, misschien is de tijd dat je een beetje freewheelend games kon maken. is ook in de, Zeker als het ja, gewoon dat minder. Zou hij, dat dat zei hij lang voorbij. Natuurlijk. Ja. Nou. nou ja, goed. Ja, ik, ik heel benieuwd. Omdat hij daar heel erg open uh, over is. Waar je bij veel studios pas na een jaar of ander jaar hoort. van nou, uh, oké, okay, de game heeft niet helemaal gedaan. van dit en dat en zo. Zo is hij gewoon zoiets van: hey, oké, okay, weet je wel, ik koop studios, ik investeer erin. Um, maar goed, als het niet werkt, dan, op, okay, dan gaan we gewoon weer wat anders doen. En. Um, ja, goed. Het is niet alleen maar roosgeur bij uh, En Maneschijn. Ook bij Embrace op dit moment. Het gaat het komende jaar echt heel erg spannend worden. Voor met name studio's die een beetje net wel net niet zijn. Um, en het, ik vraag me ook af: de reddingsboei tot nu toe was altijd een overname. Maar dat, die reddingsboei kan natuurlijk ook een beetje verdwijnen. Omdat bedrijven die het geld zouden hebben voor overname. ook zoiets hebben van: ja, ik weet het niet op dit moment. om dat nu ja. even te doen. En dan zink je. Nou ja, dat is het hele probleem. Dus ja. uh, je krijgt een soort uh, ja, de krediet verdwijnt, verdwijnt uit de markt. En dat, dat leidt automatisch een economische crisis in. En dat gaan we nu zien. Gaan we naar het laatste onderwerp en uh, dat betreft PlayStation. Ik hou er altijd wel van. Het is het. het uh, er zijn bepaalde type journalisten die de hele tijd allerlei patenten aan het opduiken zijn overal. En dit is een patent. Uh, ja, goed, uh, NFT. Eigenlijk hadden we al zoiets van: oké, okay, laten we dat, dat hele hoofdstuk sluiten binnen de games-industrie. Totdat ze eigenlijk echt weten. wat, wat wel tof is. Want tot, wat, wat ze nu allemaal verzonnen hebben, sloeg helemaal nergens op. En werkte dus gewoon niet. Maar Sony heeft toch een patent geregistreerd waarin, um, als jij bijvoorbeeld in uh, een Sony-game laat zeggen... Dat, ja, het is niet een Sony-game, maar goed... stel, er was een Warzone-achtige game geweest van Sony... en je hebt daar een wapen helemaal mooi gecustomized -ge en alles erop en eraan en erin... Uh, dan kun je die verkopen, weet je. Want de, er de, de zou dan een, een handelshuis komen... waarin ja. gamers onderling spullen Absoluut, kunnen ja. verkopen. Uh, ja, goed, er is zelfs al een plaatje van. Um, ja, zo ziet het een beetje uh, eruit... Um, ja, wat, wat, wat denk jij hiervan? Van... Ja, maar dit, dit idee is echt al. Dit, dit, ja. Het is al bijna tien jaar oud, dit ja. idee. Uh, de reden dat het niet gaat gebeuren, is omdat het automatisch betekent dat bijvoorbeeld. Call of Duty zijn game open moet zetten... voor Fortnite-wapens. Kan dus soort... alleen in hun, eigen in hun eigen games. Ja, en hoe is dat interessant? Daar heb je geen NFT voor nodig. Als het in je eigen game zit, heb je geen NFT nodig. Ja. Die NFT maakt het mogelijk dat je, die, dat je die wapens... en die items buiten die games om kunt verhandelen. Het nou, gaat gewoon niet gebeuren. Er is geen enkele developer die dat gaat inbouwen. Waarom zou je tijd en moeite gaan steken... in, een of andere, in het ontwikkelen van een of andere NFT-standaard... Om, om die wapens daar als... eens te kunnen doen? Pff, moet ik even kijken, hoor. Z zij willen inhouden willen zij uh, service games gaan maken oftewel ze willen gewoon een online shooter maken alla warzone uh, die gewoon super succesvol playstation beeld weet je wel? daar zouden ze natuurlijk gewoon een aparte app kunnen maken een handelshuis Ja, maar je krijgt weer die, die top down shit dat ja. dat Sony moet dan vervolgens al die developers dwingen om die standaard te ondersteunen dat is exact hetzelfde wat we hebben gezien met 3d en met virtual reality en met uh, weet ik van wat voor de move control hebben dat gaan. Sony probeert dat keer op keer en het is altijd Kut, weet je. <laughs> het is gewoon laat die developers zelf uh, bedenken hoe ze die games willen maken. Ja. En als je dat gaat opleggen van bovenaf, kijk bovenaf krijg je hele neppe, krijg gewoon hele neppe shit. En dat is Sony gewoon weer nu aan het doen, weet je. En ja, dit wordt gewoon super kut. En zo meteen krijg je een voorbeeld van een of andere Sony game waarin je de wapens kunt meenemen aan een andere Sony game en ook niet alle wapens, maar maar drie of zoiets. Ja. Ja, het is stomme gimmick. Fuck off. Je, je bedoel, jij zou het, wij spreken, als het in Warzone zou zitten. Ja, en, 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 je, en er is een wapen van, fuck man, die ben ik echt een stuk beter. Maar jij zou niet geneigd zijn om zoiets zo, zo te kopen. Of? Nee, maar omdat het dan nou. gaat helemaal niet werken. Want nou. je weet je, wat je meeneemt is niet alleen het wapen, maar ook de settings van die wapens. Weet je? Dus stel je voor dat je een. Uh, uh, je, je moet dan een standaard hebben die mm. losstaat van één specifieke vi videogame. Waarin je dus zegt, van nou, dit wapen is zo sterk. Nou. Je, je, laat zo, als je een game afmaakt, ben je ja. een, no, zeker nog een jaar bezig met het tweaken van alle balans en alle details in die game. Als jij toestaat dat er honderdduizend wapens uit andere games in jouw game kunnen, je hebt geen ja. idee wat het effect daarvan gaat zijn. Ja. Dan denk je echt allemaal overpowered shit en het werkt niet en je hele game gaat stuk. Dit is serieus, dit is een nachtmerrie. Ja, precies. Jij, jij denkt echt van, het gaat tussen verschillende games. Ik, ik, ik denk dat het binnen één game blijft. Ja, maar dan heb je dus geen NFT nodig. Dat is nou, het hele ding. Ja. Die NFT is niks anders dan een soort van digitale token... die tot uitdrukking wordt gebracht in een bepaald item of een bepaald wapen. Ja. En die tokens kun je meenemen uit de game en die kun je dan... Via een of andere platform kun je dat dan verhandelen. Nou, allemaal leuk en aardig. Mm -hmm. Maar als je uitgaat van één game, dan heb je dat niet nodig. Net als dat Diablo al een keertje zijn eigen shop had waarin je items kunt verhandelen. Dus dat, dat hoeft allemaal. Maar bij niet. Fut is het wel zo. Wat is bij FUT zo? FUT is ook feitelijk. Je verhandelt een kaart. Ja, maar je hebt dus geen NFT nodig, want het is gewoon binnen de game. Dus ja. Je kunt dat ook. Je kunt ja, niet ja, je Fit-kaart meenemen ja, ja. naar, naar uh, Pro Evolution Soccer of weet die shit daarvoor. Is dit ook weer. Nou weet ik ook niet of Microsoft hiermee bezig is. Ik bedoel, ook Microsoft zal honderdduizend dingen uitproberen. Dus dat zou een beetje flauw zijn. Maar het is het zoeken naar waar kan ik geld verdienen. Ja, maar dat is het vervelende. Dat al die afdelingen... Al, al die game developers, mm -hmm. zeker die grote uitgevers... die hebben allemaal een crypto afdeling gestart. <laughs> uh, weet je, Ubisoft heeft dat gedaan. Sony heeft dat blijkbaar ook gedaan. En die komen dan met zo'n voorstel aan... van ja, kunnen we hier wat mee? Weet je, ja. Hoe gaat dit werken? En ja, nee, het is nu dood. Het is <laughs> volledig in elkaar ja, geklopt ook. Weet je, dus het, het feit dat er zo'n patent is wil ook helemaal niks zeggen. Want er liggen echt duizenden patenten die niemand gebruikt. Je legt het gewoon vast van... stel nou dat het misschien wel een succes is... dan heb ik het in ieder geval vastgelegd... Maar je moet je ook ja. voorstellen: wat is het verdienmodel? Het verdienmodel is dat jij als gebruiker zometeen je sniper rifle uit warzone kunt verkopen aan iemand die hem wil gebruiken in, ja. uh, in een andere game. Nou, leuk. Als je dat doet, fijn, weet je. Maar wat geeft dat wapen waarde? Uh, een soort vraag en aanbod in combinatie met de schaarste die er is. Ja, zeker. Nou, als dat een heel duur wapen wordt, dan gaat Activision iets van: nou, weet je wat? We gaan nu een speciale uh, Zayid die nu een bonus pack koopt, die krijgt gratis dat wapen erbij of die krijgt kans op die op dat op een drop waar dat wapen in zit weet ja. ik wel en die schaarste, die gaat zodra iets schaars is is het gewild en dan nee. gaat het als, als PR marketing tool ingezet worden um, kanslas echt kans dit gaat van geen meter werken nee nou ja we gaan het zien of ze het wel of niet gaan gebruiken uh, het wil niks zeggen in ieder geval um, ja ik heb het al vaak genoeg gezegd focus gewoon op je fucking games die je maakt want je ziet met God of War dat je best wel gewoon echt hele goede lucratieve spellen uh, kunt maken, maar um, business is changing en change mee. Verzin iets, doe iets. Um, want ik denk inderdaad met de uitspraak van Phil Spencer dat het heel erg moeilijk wordt om daar nog je punten te gaan halen. Goed, volgende week een nieuwe Piepshow.